De Stichting Jongerenwelzijn organiseert op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus een jongereninformatiebeurs in Nikeri. Ongeveer 30 instanties doen mee aan de beurs, waaronder de Anton de Kom Universiteit, overheidsorganisaties, NGO's en diverse bedrijven. De bedoeling is de jongeren van het reisdistrict van educatieve informatie te voorzien. Vernon Kershout, woordvoerder van de stichting, zegt dat dit jaar de beurs bewust wordt gehouden in Nikeri om de jongeren van dit district van deze belangrijke informatie te voorzien. Dat is omdat we dus om de 2 jaar zeg maar de grote beurs in Paramaribo organiseren. We hadden de laatste editie in Paramaribo vorig jaar. En tussenin proberen we dus als organisatie naar een district te gaan. En dit jaar hebben we dus gekozen voor Nikeri. Overigens zijn we in het verleden ook naar het district Brokopondo geweest. En tot nu toe is het geweest om de voorbereidingen te treffen voor Nikeri. Loopt alles wel lekker? Ja, alles gaat tot nu toe prima. Ik moet ook zeggen dat de lokale gemeenschap heel erg enthousiast is. We waren een paar weken geleden daar om wat voorbereidingen te treffen. En daarom stemt het de stichting ook heel goed dat de lokale instanties en organisaties ook optimaal zullen participeren aan de beurs. Kershout geeft aan dat er meer dan 5000 bezoekers verwacht worden. De lokale gemeenschap is namelijk blij dat de stichting de beurs in het district organiseert. De beurs is niet alleen bedoeld voor de schoolgaande jeugd. Het is ook voor de jongeren die niet schoolgaand zijn. Het is bedoeld voor de drop-outs, want we hebben bijvoorbeeld op de beurs ook Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, die speciaal voor drop-outs allerlei trainingen aanbiedt. Maar het is ook voor werkende jongeren, werkloze jongeren. Kortom, alle jongeren, maar ook hun ouders, die goed geïnformeerd willen zijn over beroepen, trainingen, opleidingen in Suriname, die zijn terecht op de beurs. Vernon Kershout, woordvoerder van de Stichting Jongerenwelzijn. De stichting organiseert op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus een jongereninformatiebeurs in Nikeri.